Deze spellen zijn de afgelopen week nieuw binnengekomen in ons magazijn. Ja, dit wordt de kortste editie ooit. Ja, maar dat maakt niet uit. We zijn er. Daar gaat het om. We zijn er inderdaad. En daar gaat het om. De eerste is een teleurstelling. Dus ja. Bereid je maar eens voor. Het is Ark Nova Waterwereld. En ja, die is nieuw. Maar ook gelijk alweer op. Ja, dat is een beetje... Ja, de druk was gewoon meteen uitverkocht. Dus ja, als je hem niet besteld had, sorry. Maar dan moet je nog even wachten tot hij weer opnieuw uitkomt. Ik meen dat in kwartaal 2 is, maar pin me je niet op vast, want dat weet ik niet zeker. Nee, we gaan wel een nieuwe pre-order open, wat mij betreft tenminste. Ja, dus tuurlijk. Als je hem wil bestellen, kan dat wel, maar dan duurt het even dat je hem binnenkrijgt. Ik heb er wel goede verhalen over gehoord van mensen die de Engelse versie al gespeeld hadden. En met mensen bedoel ik Jordi. Nou, dankjewel Jordi voor je review. Deze is niet helemaal nieuw eigenlijk, maar hij is nu weer wat beter beschikbaar. Dus ik denk, ik pak hem er even bij. Ja, we moeten de video ergens mee vullen. Klopt. Vervolg op Creature Comforts. Erg leuk, ziet er prachtig uit. Dus de normale editie, de deluxe editie is helaas uitverkocht. Maar de normale editie is nu weer goed leverbaar. Yes. Dan gaan we over naar het nieuwe. En dat is kort. We beginnen namelijk met Harry Potter Catch the Snitch. A Wizard Sport Board Game. A Wizard Sport Board Game. Ja, je gaat hierin... Want je gaat zwerkbal doen, ja, inderdaad. Ja, dat dacht ik. Dus je ziet het hier een klein beetje op de achterkant. Eens even kijken wat ze omschrijven. Het zou een beetje schaakachtig zijn. Even kijken hoor. Welkom bij de meest populaire sport in de magische community. Snel, electrifying en altijd gevaarlijk. Zwerkbal is een sensatie in de wizarding world. Ben je bereid om... Hoe heet dat ding ook alweer dat je moet... wat is de kwaffel? Ja, de kwaffel, wat is dat ook dat weer? Is denk ik die grote bal. Ja, die grote bal die iedereen kapot maakt. Ja, ja ik weet niet. En je moet op je bezemsteel springen en je moet je klaarmaken voor een heel spannend duel. Alle Potterheads die denken nu, nee, jullie maken er weer een potje van. Maar dit zijn, het is echt een tweespelerspel, dus je moet echt zeg maar één tegen de ander. Dus, beetje schakig, denk ik. Denk het. Lees je even in als je meer wil weten. En als je meer wil weten over dit spel... Ja, als je Harry fan bent, blijf even hangen, want... Er zijn ook uitbreidingen, namelijk Catch the Snitch World Cup. En wat dat toevoegt, dat is een uitbreiding. Alle kaarten die je nodig hebt om de Quidditch World Cup te spelen... en om je nationale team naar de victorie te leiden. Je kunt Bulgarije, Ierland, Spanje, Engeland, Duitsland... Noorwegen, Japan, Amerika, Australië en Frankrijk zijn. Leuk. Leuk toch? Leuk, ja. Er kan nog meer. Namelijk, je hebt ook... de miniaturen. Check. Maar mag even... Is dit ook echt Harry dan? Ja, zeker dit zijn weet is dit mij Harry. Wel, oh ja, ja dit en zijn wel echt... En dat is Ron. Oh, leuk. En die, ik weet even niet meer wie dit is. Dit is Draco. Mooi. Dit zijn die vriendjes van Draco. Ja. Nou, Harry Potter mensen dus. Wat een uitleg. Fantastisch. Komen we bij de laatste. En het laatste spel hier. Wat nieuw is. Harry, Ron, Ginny. Natuurlijk Ginny. Oh, Ginny. Cho, Cedric, Draco, Vincent, Gregory. Dat is hem. Nou, dat soort mensen. De laatste is Star Trek Discovery Black Alert. Wat is het? Het is, je bent verdeeld in teams en elk team representeert een belangrijk member van of de USS Discovery of de ISS Charon Crew. Oké. Okay. Je gaat beurten uitvoeren, locaties activeren op een schip. Je gaat proberen door een netwerk te navigeren. En je probeert missies af te ronden. Oké. Okay. Tada. Ja, ik weet niks van Star Trek. Ik weet ook heel weinig van Star Trek. Even kijken hoeveel spelers het is. 2 tot 4 spelers, 6 tot 90 minuten vanaf 14 jaar. En aan de achterkant, een beetje duister, maar ziet er best mooi uit. Star Trek is nog wel ondergewaardeerd ten opzichte van Star Wars in de bordspelwereld. Dus, dat idee heb ik wel. En ook door ons. Ik bedoel, Star Wars dat volgen we redelijk. En Star Trek volgen we volledig niet. Nee, ik weet echt niks van Star Trek. Nou, mensen, we hebben toch weer even kijken. 4 minuten volgekletst over 2 spellen die nieuw zijn binnengekomen de afgelopen tijd. En uitbreidingen. Het is een gave. Het is een gave. Bedankt voor het kijken van deze video. Heel graag tot volgende week als we tenminste meer hebben. En lieve groetjes. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.